Hey, villager, ga nou even weg. Ga nou even weg. Ik wil je niet slaan, hè, maar je moet je bijna slaan. Ik weet dat je aandacht wil, maar je moet gewoon even opflikkeren. Hey, yo, daar zijn we weer met een gloednieuwe video. Mijn naam is Armaar, dat wist jullie natuurlijk al. Ik pak gelijk weer even een bordje, want die moet ik hier ergens tussen plaatsen. Zo. Jan-Peter komt er vandaag om, want hij komt er namelijk dit. Harm, voor goud moet je in een mesa biome gaan minen. Daar is goud niet bijzonder. Dat is zo'n klei biome. Die ben ik helaas nog niet tegengekomen, dus ik heb geen idee waar ik die moet vinden, maar daar zit blijkbaar heel veel goud. Is een hele goede tip, dus als ik daar een keertje kom, mocht die in de buurt zijn, dan ga ik zeker daar zoeken naar goud. Zoek een spawner en maak een XP farm. Ja, ik heb inmiddels al 2 spawners gevonden, dus ik zou in principe aan de slag kunnen gaan met een XP farm. Met de iron blokken kan je best wel vette vliegend eiland maken. Dat zal er vast vet uitzien. En je kan rotte flesjes traden voor emeralds. Ja, dat wist ik allemaal. Ja, er waren ook heel veel mensen die zeiden dat ik met mijn iron een soort van beacon moest maken. Natuurlijk zo'n tempel met een beacon erin. Dat is ook wel een heel goed idee, want dan krijg je, als het goed is, altijd een effect van, right? Oeh, ik ben trouwens heel erg benieuwd. Kijk, die eieren, jongens. Dit is niet normaal. Weet je wat? Ik ga ze nu ook gewoon bewaren, want ja, we hebben al zoveel kippen inmiddels. Maar ik wil er nog meer, jongens. Ik wil er nog meer. Alleen weet ik een veel goedkopere manier om meer te krijgen. En dat is door middel... Wacht, heb ik nu net mijn seeds gedropt? Ik had letterlijk net nog seeds in mijn inventory. Ben ik nog blind? Zitten die dingen... Oh, ik heb ze letterlijk erin gegooid. Wauw, dat is niet echt slim. Wacht, ik kan het ook gewoon voor onder doen. Komt er maar, kippies. Komt er maar. Zo, even. Ze droppen ook echt om de haverklap weer een nieuw ei. Dit is echt bizar. Dit werkt wel minder zo van onder. Ik kan het heel moeilijk zien. Ik krijg wel het XP, dus dat is wel top. Heb ik ze allemaal te pakken? Ik denk het wel toch, ongeveer. Ja, heb ik veel kleine kippies. Ik krijg nog steeds XP, dus blijkbaar ben ik nog steeds goed bezig. Ja, kijk, er gaan ook nog steeds seeds af. Ik ben letterlijk echt... Ik ben al... Yo, kijk dit dan. Wat is dit? Oh, wacht, ik geef het waarschijnlijk aan die kleine kippies, of niet? Ja, dat denk ik wel. Oké, we gaan ook nog even 2 stacks gewoon inlanceren. Hoppakee. Zo, daar kwam echt wat. Er kwamen echt 5 uit of zo. Deze krijg ik er echt maar 2 of zo, of 3. Hoppakee, nice. Oké, er vallen gelijk weer eieren in. Nou, oh, dit gaat zo bizar snel. Let's go, ik wil meer. Die kist zit bijna vol, dus ik weet niet wat ik meer moet, maar het is gewoon cool. Naomi is er trouwens vandaag ook weer bij. Hey Naomi. Hoi. Hallo. Oké, ik ga weer even de village in. Want ik wil vandaag weer iets cools gaan bouwen. Dat lijkt me gewoon heel erg leuk. We hebben namelijk al een tijdje niet meer iets gebouwd. En ik wil gewoon weer even een cool huisje bouwen ergens. En weet ik veel. We hebben nog heel veel open ruimte namelijk. Oeh, maar eerst ga ik natuurlijk wel even kijken bij mijn farmer hier. Leeft hij nog steeds? Ik hoop het wel. Ja, hij leeft nog steeds. Oké, top. Let me check. Hebben we nog kernen? Nee, we hebben allemaal niks meer over. En hij is... Is hij nog meer... Ja, hij heeft nog grotere discount nu, of niet? Wat is dit? Ik snap hier helemaal niks van, hè? Vorige was het, dacht ik, 13 of zo. Nu is het almiddels al 11. Dus ja, het gaat hartstikke goed. Alle crops zijn ook volgroeid. Dus ik ga het zeker even triggeren nu. Zo, hoppakee. Nice. Ja hoor, daar gaat het allemaal. Toppie. Oké, er blijft weer enorm veel achter natuurlijk. Dat zijn we inmiddels ook wel gewend. Dus even nog 2 keer dit ding triggeren misschien. En dan zou het goed moeten zijn. Ja hoor, het laatste wordt ook mooi afgevoerd naar beneden. Toppie. Zo willen wij het zien. Oké, ik pak sowieso even een paar stack. Die ga ik even traden. Even loeren hoor. Zo. Oh, dat gaat nu zo snel, man. Het kost bijna niks meer, hè. Hij is wel uitverkocht. Ondertussen ga ik even dit mooi weer aanvullen. Oh, het begint wel nacht te worden nu. Gaat hij nu nog... Nee. Shit. Werkt niet. Je moet het dus wel overdag doen. Ook al staat hij nog op zijn workstation, omdat het nacht is, wil hij niet meer werken. Want hij is hartstikke lui, blijkbaar. En alles is weer aangevuld. Helemaal top. Dit kan weer mooi groeien. Wat ben je nou allemaal aan het doen hier, schat? Ik ga een nieuw hok bouwen. Een nieuw hok? Hoezo? Nee, maar je moet niet het overdekt maken, schat. Het is niet zo mooi, maar je moet het niet... Ik ga het ook niet overdekt maken. Oké, je moet het niet lelijk maken. Niet verpesten, ja? Ik ga gauw slapen, want het is nacht. Zo. De volgende dag. Oké, laten we even materialen gaan verzamelen voor een nieuw huis. En waar wil ik het nieuwe huis bouwen? Hierachter zit ook best nog veel ruimte, trouwens. En hier kan ik nog naar... Oeh, hier kan ik ook best wel een mooi huisje bouwen. Hier, bovenop. Ja, weet je wat? Ik vind dit wel een leuk plekje. Dit is wel een coole... Ja, misschien wil ik hier ook een toren gaan neerzetten. Maar ik heb in principe die kerk er al achter. En ik heb er al een gigantische boom. I don't know. Ik zou natuurlijk ook hierachter ergens een huisje kunnen bouwen. Of daartussenin. Hier in het midden kan ik letterlijk ook gewoon huizen gaan neerzetten. Want hier pas komt het town center. En naast de kerk hier is natuurlijk ook nog super veel ruimte. Dus ook hier zou ik nog aan de bak kunnen gaan. Weet je wat? We bouwen wel iets naar de kerk, jongens. Ik moet nu even knopen dak. Ik ben helemaal klaar mee. Ik kan gewoon geen keuzes maken. Dus dan doe ik het wel gauw naast de kerk. Hoe gaat het trouwens met mijn pumpkins? Oh, hier zitten nog maar 2 in. Oké, daar zijn niet super veel bijgekomen. Ik denk eigenlijk ook dat de melons beneden, dat er ook nog niet zoveel uitgekomen is. Want ik heb natuurlijk de vorige aflevering melons geplaatst op de helft van die pumpkins. En dat is een soort
van experiment om te kijken wat sneller groeit. Melons of pumpkins dus. Oké, voor dit huis ga ik denk ik heel veel stone brick gebruiken. Dus ik pak even lekker wat stone. Zo, hier kunnen wij wel aardig wat stone brick mee maken. En wat voor hout past er bij stone... Wacht, we kunnen ook een keer een compleet steenhuis maken, is ik nu te denken. Waarom moet er altijd hout in, hè? Tegenwoordig worden ook niet elk huis meegebouwd van hout. Maar ik heb dat nog nooit gezien in Minecraft, om eerlijk te zijn. Je ziet bijna nooit echt huizen puur van steen. Er zit altijd wel iets van hout erheen verwerkt. Oh, ik heb hier trouwens ook nog vet veel stone brick. Oké, dan neem ik dat even mee. Dan kan dit mooi terug. Ja, en bricks kan natuurlijk ook, maar bricks vind ik zelf niet super mooi. Oké, ook een huis van iron blokken maken. Dat kan natuurlijk ook. Daar heb ik genoeg van. Weet je wat? Gewoon lekker dark oak vind ik mooi. Die gaan we mooi erbij pakken. Of juist spruce, want dark oak heb ik vorige keer ook gebruikt. Dan gaan we nu even spruce gebruiken. En daar heb ik natuurlijk geen bomen van. Zo, nou, dan moeten we die even gaan farmen. Ik ga toch wel even loeren, hoor. Hoeveel is de opbrengst? Hier zitten 6 in. Hier zitten 7. Oh, wacht. Ik moet natuurlijk wel niet die slices, maar ik moet er blokken van maken. Dus ik ben best wel benieuwd. Wat is de opbrengst nou uiteindelijk? Oh, nee. Ik heb boven net ook gevormd. Nu kan ik het heel moeilijk vergelijken. Oké, daar zitten 3 in. En die ene zat, hier zit ook 3 in. Okay, gemiddeld 3 per kist. Oh, hier zat er nog 5. Oh, hier heb ik natuurlijk nog niks geplaatst. Dus ongeveer 3-4 per kist. Laten we 4 aanhouden dan. Hoeveel blokken melons... Wacht, hoe maak je dat überhaupt? Is dat gewoon echt zo? Ja, dat is zo. Oké, ik had ongeveer dus 34 in 1. Dus dit moet ik even verdelen. Yo, serieus? Heb ik zoveel uit 1 gekregen? Wacht eens even. Heb ik nu... Oh, nee. Dit zijn met... Oh, nee. Wacht even. Dit zijn met 3. Nee, dit is... in principe is het exact hetzelfde. Ja, het is bijna exact hetzelfde als de pumpkins. Ik denk eigenlijk dat het ook zo hetzelfde is afgesteld. Zo, ik schrok wel even voor 33 slices. Ik dacht even dat er veel meer uitkwam, maar het is eigenlijk exact hetzelfde. Dus dat is ook weer een theorie die dus niet klopt. Het is eigenlijk hetzelfde. Zo, die melons gaan we wel gelijk even verkopen. Hoppakee. En oeh, dit gaan we ook lekker verkopen. Heb ik nog wortels? Oh, hier zit er nog zoveel in. Nice. Is het allemaal leeg? Yes, alles is leeg. Gaan we ook weer wat carrots verkopen. Kom maar door, kom maar door. Zo. Oké, ik heb al meer dan een stack heen van ons te pakken. Super chill. Yo, het viel me trouwens ook al eerder op. Iemand anders heeft erachter heel lelijk lopen bouwen. Het is echt, ziet er niet uit. Jongen. Iedereen moet de wereld wel een beetje schoon. Ik zie soms ook echt letterlijk bomen die half zijn afgekapt. Daar kan ik ook zo slecht tegen. Als je dat doet, dan ben je gewoon een vijand van mij. Oké, zie je? Hij wordt letterlijk goedkoper. Hij wordt echt letterlijk constant goedkoper. Dit is echt bizar. Hij is nu nog maar 10. Hoe kan dat toch? Deze villager is zo hard gebeurd, man. Oh, ik dacht al, waarom reset hij zijn trades niet meer? Maar het is alweer bijna donker. Dus ja, dan laten we nu wel even lekker zitten. Zo, die laatste kerst pleuren we hier mooi in. Ik heb bijna 2 stacks te pakken. En ja, het ziet er heel goed uit. Letterlijk, als deze villager zo doorgaat met zijn korting geven op carrots. Ja, binnen de kortste keren heb ik misschien 1 carrot voor 1. Emerald, hoe ziek zou dat zijn? Dan zijn we zo belachelijk rijk. Weet je wel, dan ga ik ook gelijk mijn hele poort om mijn hele village ga ik gewoon van emeralds maken. Dat boeit me dan ook helemaal niks. Dan ga ik letterlijk in elk... Dat is echt geen grap, ik maak geen grap. Dat ga ik gewoon echt doen. Want dan hebben we gewoon oneindig veel emeralds. Dus dat is bizar. Maar het chill is, waarschijnlijk is er ook wel een trade dat je bijvoorbeeld emeralds kan omruilen voor diamonds of zo, right? Of andersom. Of misschien dat ik goud kan kopen. Daar heb ik me helemaal nog niet echt in verdiept. Maar dat is dus misschien ook mogelijk. En als je dus echt oneindig veel emeralds hebt, heb je eigenlijk ook dus oneindig veel gold en diamond en dergelijke. Maar ik weet niet of die trade bestaat. Ik weet wel dat je diamonds kan verkopen voor emeralds. Maar ja, dat is niet echt boeiend. Ik weet ook niet eens meer wie dat verkocht trouwens. Wie was dat? Was dat de toolsmith? Dacht het niet. Ik weet het niet meer. Goed, laten wij even lekker spruceboompjes gaan hakken. Dus die gaan we even mooi laten groeien. En dan gaan we die even lekker hakken. Ik heb bijna een stackje, dus hoeven we op zich niet superveel te hebben. Oh, deze hatchet die ik heb, die is nog steeds niet stuk. Het is echt verschrikkelijk. Ga nou even stuk, man. Die stinkhakbijl met een breaking erop. Zo, ik heb nu een stack te pakken. Dat is voorlopig wel even genoeg. En dan gaan we gelijk aan de bak. Hier naast de kerk zouden we het natuurlijk doen. Eerst moeten we even een stuk grond vlak maken. Nou, ik denk dat ik dit hoekje mooi wil pakken hier. Dus dit ga ik even iets breder maken. Zo. Ja, ik denk wel dat dit een goede afmeting is. Het is ook maar een klein huisje. Ik wil me niet een groot huis nu bouwen. Misschien zo net. Hoppakee. Wacht, ik zou het natuurlijk ook hier ook in de grond kunnen bouwen een klein beetje. Dan doen we het even lekker zo. Weet je wat? Ik ga gewoon weer een random huis bouwen. Ik heb niet echt weer een gedachte hoe ik dit wil gaan aanpakken. Ik ga gewoon weer een beetje standaard, hoe ik het standaard altijd doe. En dan moet het gewoon goed komen. Deze boom moet wel even weg, want die staat enorm in de weg. Zo, ja, dit is wel lekker modern, hoor. Dat je gewoon de vloer, weet je wel, zit aan het glas. Dus het raam loopt helemaal naar beneden door. Dat is echt super modern. Dus dat vind ik wel mooi. Heel erg nice. Moet nog wel 1 laagje hoger. We zouden dus echt gigantische ramen kunnen bouwen, maar dat is ook wel een beetje overdreven. Doe het lekker zo. Ik vind dit groot genoeg. Ja, dit is echt prima. Dan hakken we dit stukje even weg. Dan is dit denk ik de afmeting van het huis. Daar passen wel lekker nog wat bedden in. Zo, dan maken we hier
exact hetzelfde frame even. Hoppakee. Zo, dit is ook weer klaar. En hoe gaan we de zijkant even invullen? Willen we dat exact hetzelfde met het steen? Het kan misschien wel. Wat ik wel wil doen is hier waarschijnlijk in het midden een deur. En ik denk hier een deur. Dus dan komen hier en hier de ramen. Ik denk wel dat het op precies dezelfde manier kan. Dus gewoon lekker hoog ramen. Zo, dit ziet er best wel geinig uit. Hey, villager, ga nou even weg. Ga weg, oprotten man. Jongen, jongen, jongen. Die stink villagers ook altijd. Ga nou even weg. Ik wil je niet slaan, hè. Maar je moet je bijna slaan. Ik weet dat je aandacht wil, maar je moet gewoon even opflikkeren. Jij wil al naar binnen. Oké. Jongen, jongen, jongen. Oké, het vloertje moet er natuurlijk even uit. We moeten natuurlijk ook even bepalen wat voor vloer we hierin gaan zetten. Dat zouden we ook met jungle logs kunnen doen. Dan match het ook wel een klein beetje met de kerk. Want natuurlijk de stone bricks, dat heb ik niet eens naar gekeken trouwens. Maar de stone bricks, die match je ook met de kerk. Dus dat is best cool. Het hout wat ik hierin heb gebruikt, is dat spruce of is dat dark oak? Ik denk dark oak. Volgens mij is het allemaal dark oak, right? Ik ga het niet hakken, want dan moet ik het helemaal weer terugplaatsen. Daar heb ik ook geen zin in. Oké, dan is alleen dat een beetje anders, maar dat maakt ook niet super veel uit. Ja, we zouden natuurlijk ook een vloertje van steen kunnen maken. Maar dan is het allemaal wel heel erg van steen natuurlijk. Dat willen we ook niet. Weet je wat? Ik ga het heel mooi even van jungle logs doen. Ik heb ze nu toch bij me. Lekker makkelijk. Lekker snel. Dan heb ik wel een klein foutje gemaakt. Deze moet wel stone worden. Hoppakee. En hier komt natuurlijk ook een deur. Dus dit gaat ook even gevuld worden. Ja, het begin is er. Ik ben hier al best tevreden mee. Ook dat het huis een beetje afloopt. Gewoon met de grond. Dat is ook wel vet. Maar ja, zoals ik altijd zeg. Het dak is het allerbelangrijkste van je huis natuurlijk. Want anders dan komt er allemaal regen binnen. En dan ben je niet beschermd. En het dak is natuurlijk ook altijd hartstikke groot. Dat zie je ook wel letterlijk bij al de huizen die ik gebouwd heb. Kijk, je ziet gewoon een klein stukje eronder. En een gigantisch dak erboven. Dat heb ik eigenlijk bij elk huis wel een beetje. Dat vind ik ook hartstikke mooi. En ik denk dat ik dit dak wil maken met stone bricks. En met een beetje hout. Maar echt een stenen dak wil ik weer. Of we gaan letterlijk voor die look. Dat zou natuurlijk ook kunnen. Die keuzes zijn zo moeilijk, jongens. Ik zou ook echt een compleet houten dak kunnen maken. Weet je wat? We gaan dat gewoon lekker doen. We gaan al die spruce gaan we omvormen tot plankies. En hiermee gaan we even een heel mooi dak in elkaar timmeren. Zo, nou, we klimmen op het dak. En dan moet je natuurlijk ook altijd beslissen. Wil je je dak zo omhoog of wil je hem zo omhoog lopen? Yo, ik denk dat het zo best wel een keer vet is. We gaan het zo doen. Dus dan is hij niet super hoog, maar wel heel erg breed. Ik begin altijd met een soort van boog creëren. Dus een beetje de vorm van het dak. Hoe wil ik het dak hebben? Want dan kan je ook altijd nog aanpassen. Als je gelijk je hele dak zo gaat bouwen, dan, ja, dan kan je alleen maar spijt ervan krijgen. Dus we bouwen lekker even omhoog. En dan zou het hier moeten eindigen zoiets. Oké, we gaan even checken of dit vet is. Is dit mooi? Ja, ik vind het best mooi. En ik vind het ook best wel mooi met dat steen trouwens rond. Dat zie ik nu pas. Hey, dat is best wel geinig. Ik vind dit oprecht best wel heel erg vet. Laten we het lekker zo doen. Maar we hebben wel nog even wat meer spruce bomen nodig. Dus laten we even lekker wat erbij gaan hakken. Let's go. Mijn bone meal is op. Even loeren of hier nog een spruce boom staat. Zo te zien, niet eens joh. Wat, hè? Zo, ondertussen ben ik even lekker aan het verder bouwen. Ik had ook nog een ander geinig ideetje. Ik wil ook een soort van dakkapel maken. En dat aan de andere kant. Even kijken, aan deze kant ga ik dat niet doen. Zo'n soort van raam erin. Maar aan deze kant dus wel. Want dan heb je mooi uitzicht natuurlijk over dit hele stuk van de village. Vind ik wel cool. Als je dat aan de andere kant gaat bouwen, kijk je letterlijk recht tegen die kerk op. Dus dat is ook niet helemaal de bedoeling. Even kijken, ik heb trouwens nog wat spruce erbij. Dat zou ik mooi kunnen laten vullen tot boven. En zo, let's go. Hier exact hetzelfde. Hoppakee, nice. Oh wacht, dat blok moet even weg. Zo, nice. Alright, ik ga hier nu een beetje klooien met een soort van dakkapel. Die gaat even weg. Hoppakee. Moet ik wel even van die tussenstukjes maken. Om daar steeds een soort van ster tegenaan te plakken. Zo. Ik hoop echt dat dit een beetje vet gaat worden. Maar wacht, ik denk dat die trouwens hier zelfs recht omhoog moet. Ja, ja, ja. Het gaat fout. Het gaat hartstikke fout, jongens. Het moet anders. Hier moet een blok. En even kijken. Hier moet ook even een blok onderkomen. Nu is de vraag natuurlijk. Hoe ga ik die dakkapel bouwen? Ga ik dat met hout doen? Of ga ik dat met steen doen? Kan beide wel heel erg mooi. Ik denk dat hout net iets mooier is. Dus dan doen we even hier 2 of 3 omhoog. Zo. Oké, dit vullen we even aan. En nu gaan we dit even laten matchen met het middelste stuk. Wacht, dat kan trouwens ook wel met slabs. Ik heb namelijk dit ook met slabs gemaakt. Dat vond ik best wel vet. Dit stuk mag sowieso niet boven dit stuk uitkomen. Dus ik denk dat dit even met slabs moet. Hoe ziet dit eruit? Even kijken hoor. Ik weet niet of dit vet is. Het is nu wel heel hokkerig, zeg maar. Maar het kan wel mooi zijn. Even checken. Zo, zo. Dan gaat dit net wat hoger. Dat is op zich geen probleem. Oké. Nou, dit is nog niet eens zo lelijk, heb ik het idee. Nee, dit valt best mee. Ik vind het best nog wel mooi. Dit moet wel even opgevuld worden. Zo, en dan komt hier nog een klein raampje en hiervoor het grote raam, zeg maar. Dus dit vullen we mooi even op. Deze kant ook zo. Kijk eens aan. Is dit vet of is dit vet? Ik vind het echt hartstikke mooi. Ja, het is nu wel een heel groot raam. Ik vond dat stenen best wel mooi staan. Het was eigenlijk voor ondersteuning even, maar dit ziet er best wel vet uit. I kinda like this. Of het kan natuurlijk ook met hout. Even kijken hoe dat eruit ziet. Zo, zo. Dit ziet er ook vet uit. Ja, ja, dit is ook vet. Even kijken. Ja, man. Dit is vet. I like this. I like this a lot. Nu ga ik
ik even deuren maken, ramen fixen. Deze twee kunnen weg. Yes, die kunnen weg. Het skelet is nu zo goed als af. Er moet hier nog wel wat van alles tegen aangebouwd worden, want dit ziet er eigenlijk nog niet uit. Dus dat kan je best wel makkelijk heel erg mooi maken. Volgens mij heb ik nog vet van die purple windows. En die zou ik hier ook gewoon in kunnen plaatsen, want dat vind ik best wel vet. I kinda like that, man. Ik heb aardig wat dingetjes aangepast. Oh, wat doe ik nu? Dit moet helemaal niet. Oké, dat zijn twee die stuk zijn. Vooral in het dak heb ik dingetjes veranderd. Laat ik gauw even zien. Check it out. Kijk, ik heb banners opgehangen. Ja, ik dacht, hoe vet is dat? Om dit een beetje zo anders te maken, alsof er toch een textuur in zit. Want hoe je het ook kan oplossen, is er bijvoorbeeld fences. Dat heb ik bijvoorbeeld hier gedaan. Dan heb ik fences er tegenaan laten lopen. En hier heb ik trouwens ook die banners gebruikt. Dan ziet het er heel gek uit, zo'n dak. Maar nu, die banners, die maken het echt heel erg vet. En ik vond het hier ook wel gewoon vet staan. Daarboven heb ik een lantern geplaatst. Best wel een hele makkelijke oplossing. Met gewoon een ster erboven. Is ook heel vet. En ja, deze raampjes, die zien er wel vet uit, hoor. Van die hoge raampjes. Hier komen natuurlijk de deuren. En hier bovenin moet ik natuurlijk ook nog wat raampjes fixen. Laten we dat gelijk ook even doen. 1, 2 en 3 en 4. En hier één en hier één. Ik weet niet of dat vet is, die zijraampjes daarboven. Dat gaan we even bekijken. Even loeren, hoor. Is dat vet? Ik zie het heel slecht van hier. Oh ja, je ziet het wel. Ja, het is best vet. Ik vind het best vet. En dit, sowieso die dakkapel vind ik echt heel erg nice. Dus I kinda like it. Het is een beetje een gek huis. Het matcht heel erg veel met de kerk, vind ik. Maar dat is misschien ook wel de bedoeling. Misschien dat... Hey, wacht. Het perfecte bedoeling. Want al die pastoren, al die priesters en al die mensen in de kerk, die hebben helemaal geen slaapplek. Want ik bedoel, zie jij hier een bed? Nee, ik zie hier geen bed. Want wie legt nou een bed neer in de kerk? Ja, dat is een beetje gek. Dus dat heb ik niet gedaan. Maar dit is eigenlijk een soort van huis voor de priesters en pastoren en zo. Hey, Naomi! Hey! Hallo. Ja, ik vind het best wel een heel leuk idee om dan hier al die bedden neer te pleuren voor die mensen. Laten we dat gewoon even lekker doen. Dan is dit gewoon dat huis voor, weet ik veel. Nou, top. Dit ziet er verder wel heel erg mooi uit. Ik wil nog wel even wat dingetjes aanpassen. Het lijkt me leuk om dit huis toch net nog iets anders te gaan maken. Laten we eerst even een crafting table gaan maken. En dan gaan wij even een soort van overkapping maken. Ik heb geen slabs meer. Laten we even gaan wat maken. Zo. En we gaan wat slabs. En die kan ik misschien hier heel mooi verwerken. Een kleine overkapping of zo. Ik weet niet of dat vet is. Leuk hè, Naomi. Leuk hè, dit zien. Hey. Even kijken. Is dit vet? Het ziet er best wel gek uit. Er moet sowieso moeten de fences onderkomen. Zo, even wat fences. Perfect. En dan wil ik die hier in de hoek hebben. Dan moet dit even weg. Hier moet een normaal blok komen. Omdat die fences anders er niet onder passen natuurlijk. En dan zo misschien. I don't know. Even kijken. Is dit vet? Ja, dit ziet er best wel... Ik zou hem denk ik nog wel eentje langer kunnen maken. Oh nee, nee. Dat is denk ik ook wel gek. Ja, anders is het heel... Dit is een lastige. Wat natuurlijk ook kan. Ik kan ook dit weghalen en dan deze eentje hoger. En hier een slab op plaatsen. Dat is ook wel een idee. Kijk hoe dat eruit ziet. Huh. Zo. Nee, dit is... Nee. Wacht, dan moet hij helemaal eentje hoger. Dat kan natuurlijk ook. Alleen dit komt nu in de weg met die banners, of niet? Of past dit perfect? Even kijken. Oh, dat kan gewoon, hè? Dat is pittig gek. Steekt hij nu erin? Ja, hij steekt er ineens heen. Oké, dan doen we het lekker zo. Hartstikke mooi. Toppie. Nou, dit ziet er al een stuk beter uit. Een kleine overkapping. Geeft iets meer sfeer. Is wel heel erg mooi. Misschien dat hij hier zelfs iets op kan lopen. Ja. Dat kan ook niet. Nee, laten we dat niet doen. Wat ik ook nog zou kunnen doen, is hier een ster plaatsen en hier. Oh, en dan dat ik hier nog een lantern onder ga plaatsen. Heb je die toevallig bij je, Naomi? Lanterns? Nee. Dit is denk ik ook wel mooi dat ik hier twee lanterns onder plaats. En exact hetzelfde aan de andere kant. Zo. Ja, of natuurlijk gewoon weer net als wat ik bij het andere huis had. Gewoon dit. Dit principe is ook wel vet. Maar ik denk dat de lanterns iets mooier zijn. Oké, dan nog één dingetje en dat is een deur. Hoe zien deze deuren eruit? Zijn die mooi? Oh, wacht. Die zijn best wel geinig. Weet je wat? We gaan deze deuren gewoon even maken. Van jungle. Bomen. Zo, oh. Even checken. Hoe ziet dit eruit? Wat? Dat zijn echt vet gekke deuren. Maar ik vind ze best wel cool. Deze gaan we mooi erin houden. En ik ga deze denk ik wel aan de binnenkant plaatsen. Zo. En hier ook exact hetzelfde aan de binnenkant. Hoppakee. Nou, de twee deuren staan erin. En hoe ziet dit eruit? Nou, ik vind het mooi hoor. Ik vind het prachtig. Misschien dat ik die banners nog wel iets hoger ga hangen. Ik denk dat dat net iets beter is. Vooral ook met die overkapping. Overkapping ga ik denk ik niet aan de andere kant bouwen. Want het ziet er wel een beetje gek uit. Je moet nog wel even een klein stukje onderkomen. Dat zou ik nu wel gelijk even kunnen maken. Een stukje waar villagers kunnen staan of zo, weet ik veel. Zo een beetje. En dan hier een soort van trap. En dan hier in het midden zou een hele mooie ster kunnen. Oh joh, mijn inventory zit zo bomvol. Even kijken. Hoe vet is dit? Ja, dit is best vet. I like it. I like it. Als we dan nu toch bezig zijn, kan hier ook wel een overkapping komen hoor. We zijn zo mooi bezig nu. Kijk eens even aan. Hier, hoppakee. En de fences. Moet je hier
eens even zien. Dit is misschien nog wel vetter, denk ik. Alleen, ja, kijk, hier past het heel mooi, omdat het hier ook mooi naar beneden loopt. En dat is niet zo aan de andere kant, dacht ik. Even checken of dat wel, hoe dat hier zit. Nee, kijk, hier heb je nog een heel stuk. Ja, ik zou het hier ook kunnen maken. Maar goed, dat is iets voor later. Ik ga er later nog wel even goed naar kijken. Het is allemaal van die kleine stinkdetails, joh. Het is allemaal niet zo boeiend. Ja, ik vind het in ieder geval een hartstikke mooi huis. Hier kunnen wel een paar bedden in. Hier kan eentje. Ja, ik ga nog een bovenlaag maken. Er kunnen nog een paar komen. Dat is wel vet. Kom. Wat? Wat is er? Kom met mij mee. Ik kom met jou mee. Is goed. Wat is er dan? Oh, je hebt natuurlijk iets gebouwd hier. Oh, oké, dat wil ik zien. Wat heb je gedaan? Wat? Yo. Oké, dit vind ik oprecht of vet. Nice. Leuk, hè? Dit is nice. Dat het inderdaad van die barn mooi doorloopt. Dat je hier een deurtje hebt. Dat hier al die schapen dan zijn, inderdaad. Ik weet niet of ik dit echt vet vind met die wisselende fences. Het ziet er een beetje trippy druk uit. Misschien moeten er ook nog wat lichten weg. Want het zijn wel echt heel veel licht die erop staan. Maar goed, verder vind ik de vorm van het hok wel heel vet. En ook met die deur is het echt wel nice. Dus goed gedaan, Naomi. Lekker bezig. En wist je dat je op bedden stuitert? Ja, je stuitert op bed inderdaad. Je kan ook echt, als je vet hoog springt, krijg je volgens mij geen fall damage als je op een bed valt. Ah nee, dat was het weer voor vandaag voor mij. Ah, leuk. Leuk man, leuk. Die schapen moet even paars worden. Of hebben wij nog vet veel paarse wol? Dat weet ik niet. Hé, hey, waar is die kist met dat wol? Oh, die zit hier. Oh ja, we hebben nog aardig wat over. Dus hier kan ik wel lekker wat bedden van maken. Maar eerst moet ik mijn inventory even opschonen. Maar goed, dat is al iets voor de volgende aflevering. Jongens, we hebben vandaag een heel mooi huisje gebouwd. En een paar algemene dingetjes gedaan. Ik vind het mooi. Laat even weten in de comments wat jij ervan vindt. De volgende aflevering heb ik hem waarschijnlijk nog een klein beetje aangepast. Naar mijn eigen wensen. Hoe ik het perfect wil zien. Laat even weten in de comments wat ik de volgende aflevering moet doen. En laat natuurlijk ook even een comment achter waarom jij op de wall of fame moet. En abonneren op mijn kanaal. Tot de volgende keer. Dikke doei en dikke later.